Guitar Hero World Tour is eigenlijk een game waarmee je zelf muziek kan naspelen van bekende bands op de gitaar, de basgitaar, de drum en zelf mee kan zingen. En daarnaast kan je zelf ook muziek maken. Ik wil Blurry van Puddle of Mud. Wat mij betreft zou er gewoon een beetje ook die oude nummers van Anouka wel in mogen. Bijvoorbeeld zoals Nobody's Wife. Of... Een specifiek nummer, ik zou het niet weten. Weet je wel. Ik wil één nummer en dat is Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Billy Idol, Robbie Williams en Kylie Minogue. Hoe heet die weer? Doing it for the kids. Ja, yeah, the kids. In the midnight hour, she cries more, more, more. Yeah! En dat is alles, ja. Hij laat je maar horen over de rug. Zelf speelde het spel eigenlijk al gewoon individueel in het begin dit jaar. We zijn aanraken van Guitar Hero en dat was tijdens de show bij Vrienden van Amstel. Hoi. De kleedkamer en het kwam dat spel uit. Nou, dat is echt helemaal de bom. Echt iedereen, die, ook van andere bands die daar die avond en die week speelden, kwamen echt binnen en gelijk de game. En later in het jaar zijn we ook met hetzelfde benaderd door Activision die het spel uitbrengt. En om te vragen of wij het misschien als ambassadeur, naast wat Quest het jaar ervoor heeft gedaan, om uit te komen voor World Tour. Nederland is erin vertegenwoordigd met een eigen nummer van Anouk. Anouk heeft met Good God een eigen nummer wat gewoon op de cd, als je de game koopt, al aanwezig is. En als je straks de game hebt, kan je ook het nummer Johnny van Direct downloaden. Johnny is voor ons de meest recente sound van wat wij op dit moment doen. En ook denk ik uiteindelijk voor Guitar Hero wordt het wel onwijs leuke track om te spelen. Dus het is een echt puur ook een goede link in. En, ja, ik denk dat daardoor ook een mooi liedje is om daarvoor uit te leggen. We zijn nu wijs druk bezig nog met de repetities van Tommy, dat is de rockopera van de Hoek. En 6 november is de première. En we zullen samen met Activision en Guitar Hero zullen wij 16 shows ook gaan staan in de foyer met eigenlijk een beetje de opstelling die daar staat. En kunnen fans met ons kunnen dan gaan gamen. De set is eigenlijk heel divers. Het is voor heel veel mensen heel erg toegankelijk. Wat er bijvoorbeeld in zit is Beat It van Michael Jackson. Maar wat bijvoorbeeld ook heel interessant vind ik heel erg leuk is Jimi Hendrix zit erin. Ozzy Osbourne zit erin. Sting zit erin. Echt van alles en nog wat. Dus het is eigenlijk voor elke deels. Mensen die echt van hele harde rock houden zitten wat in, maar ook voor mensen die wat meer middle of the road rock houden.